Hallo allemaal, hier Bas en Ingrid vanuit Abu Dhabi. Hallo. Het seizoen 2022 zit er dan misschien wel op, maar wij zijn nog lang niet klaar. Om te beginnen hebben we morgen de eerste testdag voor het volgende seizoen en dat belooft heel wat goeds. Fernando Alonso rijdt morgen voor het eerst in de Aston Martin, maar ook Nick de Vries zal zijn eerste meters gaan afleggen in de Alfa Tauri. En wij zijn erbij, vanuit Abu Dhabi. Oscar Piastri gaat voor McLaren testen en Nico Hulkenberg voor Haas. Jullie vinden alle rijders hieronder in de tekst. En Ingrid, Max dan? Nou, die rijdt ook, net als Liam Lawson, voor Red Bull Racing natuurlijk. Oh ja, dat is mooi. Elk team rijdt trouwens met twee auto's. Eentje voor het team zelf en eentje voor Pirelli om de banden voor volgend jaar te testen. Hoe dan ook, wij doen verslag vanaf dit circuit via video's en posts op YouTube, Facebook en Instagram. Gewoon even zoeken op Bas van Bodegraven of eventueel Linktree en dan Bas van Bodegraven vind je alle linkjes van onze socials. We wensen jullie een hele fijne avond en hopen jullie morgen te zien of te spreken vanuit Abu Dhabi. Groetjes, doei doei! Even nog een laatste view. Zicht is er niet minder op. Hop en de baan. Doei! En deze video werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors. Hartstikke idee!